Wat vindt u de ziel van Wageningen? Een gezellige stad met veel nationaliteiten. En veel kleine winkeltjes. En een hopelijk ooit een stadsgracht die weer terugkomt. Want de stadsgrachten geven meer bezieling? Nou, dat is het omsluit de oude hart van Wageningen. En dat is toch zou toch mooi zijn als zoiets weer terugkomt. En het omsluit het gezellige centrum van Wageningen. Nou, ik kom zelf uit Rhenen, maar ik kom heel veel in Wageningen. En ik kom echt voor de sfeer. Maar als je nou zegt, wat is nou precies dan de ziel? Het is ontspannen, het is gezellig. Dat is waarom ik hier graag ben, ja. Ja. Dat is wel een leuke. Vorige week zei iemand, wij zijn net als in Asterix en Obelix het Gallische dorpje aan de Rijn. Dus wij zijn anders dan anderen. We zijn open, we zijn... ik denk dat het is. Dat de ziel van Wageningen is dat we samenwerken met elkaar om er iets leuks van te maken. Het voelt een beetje als gastvrij. Nee, niet een beetje. Als gastvrij en gemoedelijk. Ja, dat is de reden waarom ik eigenlijk altijd naar Wageningen toe ga. Daar kom je niet vandaan, maar ik ga hier altijd wel boodschappen doen. En dat is puur dus voor de gezelligheid en een beetje warm gevoel, zeg maar, wat je hier krijgt. Ja. Vindt u nog iets anders, de ziel van Wageningen? De Delftse school. Na de oorlog, in de oorlog, hebben de Duitsers die stijl geïntroduceerd voor de herbouw. En wij zijn samen met een aantal mensen in Wageningen bezig om dat weer wat over het voetlicht te krijgen. Onder andere met de bibliotheek door een tentoonstelling neer te zetten. En met het budget wat we daarvoor over hebben uit de voormalige commissie Stadsontwikkeling. Gaan we proberen dat weer helemaal terug te krijgen. Dus de Delftse school wordt het gezicht van Wageningen? Dat is wel de bedoeling, want wij hebben de meeste Delftse school in heel Nederland. Ondernemend, door het studentenleven, door de mogelijkheid dat er iedere keer aanpassingen zijn, dat er veel leeft, dat er veel ontwikkeld wordt. Dat vind ik de ziel van Wageningen. Ja. En onderneemt u zelf ook? Nou, ik ben niet Wageningse. Ik kom heel graag in Wageningen. Ik woon in een buurtdorp. Maar ik onderneem niet zelf. Nee, niet in die zin. Nou, het centrum en de universiteit, denk ik inderdaad. Ja, dus dat hoort er wel bij. Dat is waar Wageningen om draait, volgens mij inderdaad. Ja. En wat draagt u zelf bij aan de bezieling? Ons bezoek, want wij komen hier niet vandaan. Dus dat is wel uit de buurt. Ik denk het Marktplein. En waarom het Marktplein? Nou, het is een van de weinige horecapleinen in Nederland waar voornamelijk of echt horeca omheen zit. Ik denk dat het daar wel een beetje gebeurt. Voor de rest, ja, ik weet het niet zo goed. Ik woon hier ook nog niet zo lang, dus ik moet het nog een beetje ontdekken allemaal. Voor mij denk ik toch de natuurvoeding, de universiteit, het vredesvuur natuurlijk. Dat hier, de vrede die hier gesloten is, de ziel, vrijheid zal ik dan maar zeggen. Vrijheid en natuur, daar associeer ik het mee. Oké, en doet u zelf ook iets aan die bezieling om daaraan bij te dragen? Zoveel mogelijk in duurzaamheid. En ik ben van oorsprong een Friezin en het vrijheidsgevoel zit heel diep. dat voelt hier goed. Ik ben hier ook geboren. En wat vind je fijn in Wageningen? Ja, eigenlijk wel alles. Oké, en waar ben je het liefst? Welke plek? Thuis. Nou, die moet ik nog ontdekken. Want ik ben nu, hoe lang zijn we hier? 3 dagen? 2 dagen? Dus dat. En bent u op vakantie of bent u hier komen wonen? Ik ben op vakantie, ja. En wat is uw ervaring tot nu toe? Rust en natuur. Dat is mijn ervaring tot nu toe. Zou dat misschien bezieling kunnen worden? Denk ik wel. En misschien het oorlogsverleden. Want waar komt u vandaan, mag ik te vragen? Ik woon in Noord-Holland, in Horen. Ja. Is het uw eerste keer in Wageningen? Nee, dat niet. Heel vroeger ben ik hier vaak geweest. Ik denk dat ik daar zelf ben geboren en getogen in Wageningen. Dus Wageningen is gewoon een mooie stad. Dus lekker hier zo in het centrum. Hopen dat er weer wat
wat winkels bijkomen en zo. Dus ja, nou, ik vind dit de ziel van Wageningen. Dus u vindt de oorspronkelijke bewoners, dat die de ziel van Wageningen zijn? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar de import, die wordt ook wel geaccepteerd natuurlijk. Dus ja. Oeh, dat is toch wel de markt, denk ik. De streek waren de producten vanuit de regio. Ja, daarin komen we allemaal samen. Ja, studentenstad natuurlijk. Dat is de ziel van Wageningen, denk ik. De studenten? Ja. Maar die komen en gaan? Ja, maar die blijven komen en gaan. Dus het is wel echt een studentenstad. Ja, ja, een gezellige stad. En wat doet u in Wageningen? Ik kom hier speciaal zeg maar, om iets te laten doen, om mijn naast te laten doen. En mijn tante woont hier sinds kort en die heeft heel erg naar de zin. Dus dat is wel leuk.